ik ging dus mijn pensioen brengen, maar ze hadden meest nog ondertussen misschien een beetje al weten, hè, het verhaal al, ja. Maar het ben bijzonder tientje voor mijn coronamaatregelen, dus echt afscheid nemen kan net. Ik zie heel graag iedereen echt even een hand aanbod. Maar ja, dat zit er even net in, dus dan maar op deze manier. Ja, hoe ben ik hier eigenlijk bedaren in Burgum? Ik ben geboren in Burgum, betekent. Ik werk hier nog wel in Burgum. Maar via mijn ouders ben ik eerst naar de tegen te gaan als boerenzoon. Daarna ben we via tussenstation naar Nijmegen en daarna naar Wienerwaarde gegaan. En in Wienerwaarde ben ik als 21-jarige jongen echt als assistent-accountant begonnen bij een Leeds accountantskantoor. En daar heb ik het vak echt geleerd. Bij die baas had ik het polder heel lang uithouden uiteindelijk. En dan heb ik eigenlijk echt wel een nieuwe uitdaging daar. Toen had ik dus solliciteerd in Snits, bij een Leeds accountantskantoor. Daar had ik één jaar bewerkt en daarna was dat kantoor, daar heb ik al woordnaam, trouwens een grotere organisatie, een provinciale organisatie, een grotere accountantskantoor dus. Daar had ik het, ik werd 18 jaar uithouden en dan heb ik toch weer een nieuwe uitdaging daar. En op die manier ben ik uiteindelijk bij het voormalige Van Breden bestuurs hier in Burgum gekomen. Dat was in september 1997. Dat was een kantoor wat drie jaar ervoor eigenlijk uitkocht. Begon is toch drie heel enthousiaste, ambitieuze mensen. Het was een heel iets kantoor met een paar werknemers. Mijn liedse lijn, kwarte lijn naar de klant, dat is die me echt belang. Dus zat waren een beetje dat in Burgum te laten komen. Ja, en daarna is het kantoor eigenlijk toch redelijk groeid. Ik ga 18 leentjes werken bij het kantoor. Daarna ben ik dus toch de eigenaar, hier heb ik vrede, mede-eigenaar willen worden, hak ik dingen. En hij voelt tevreden, ik ga hier altijd mijn hulp met plezier werkt. Ja, en daarna ben ik met twee nieuwe eigenaren bijgekomen. Ik had maar een beetje het verhaal erbij dat ik toch ik wat ouder was. Dus met de gedachte naar vader dat ik toch naar mijn pensioen ging. Nou ja, nu is het uiteindelijk echt al zo vier. Mijn vrouw de 40 hier, hoe ga je het doen? Gewoon zo lang. Maar ja, 2021, het is net voor te stellen. Bij mijn eerste baan mei was wat dingetjes invullen. In het kader van pensioen en dat soort dingen. Dan zou je een heel even in tegen voor 2021. Hoe? Ja, dat ligt het zo een verschrikkelijk vier voor uur. Dus je houdt altijd een drukke werk best. Ondertussen ben ik natuurlijk getrouwd en ik ga een beetje bij. En een huishoudingje. Nou, ik had de vraag gekregen van jongens, hoe zit het in 10 dagen niet? Hoe valt het in de hulp door God? Nou, daar hoef ik echt bang voor te hebben. Want we hadden een verschrikkelijk berg hobby's, mijn vrouw en ik. Ten eerste tuin hier, we maken graag wandelen, lezen, een heleboel vakantie in. En ik hoop in de toekomst dat ik wel eens een keer in het voetbalstadion te komen. En mijn vrouw die had al een heleboel klusjes voor me bewaard, dus ik denk dat ik aan een 10:15 heb, mijn beide ben. Mijn zoon en dochter die elke het huis bouwen letten. Ik ging naar Martijn bouwen, daar moet ik nog een heleboel bij bouwen. Dus mijn 10 is voor de komende jaren wel invuld, dus misschien hebben we zelf een 10:15. Ja, ik nog veel liefst ben wij graag een beetje mee oppassen en bij in ieder geval dus. Nou ja, rest me eigenlijk alleen maar een zin van, ik iedereen graag de hand jouw wilt, dat lukt dus net. Maar ik wil iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen in mei en april, cijfers en advies natuurlijk. En ik hoop dat ik hem in de toekomst, in andere omstandigheden, nog eens een keer zien komen bij mij. En dat we er dan eens een keer op raar kunnen. Bedankt.